Met meer dan 140 activiteiten verspreid over 9 locaties is Dutch Media Week 2021 groter dan ooit. Het medialandschap wordt steeds groter en steeds breder. Er komen steeds meer aanbieders bij. En ik vind dit een hele mooie week om ook de makers in het zonnetje te zetten. In deze Dutch Media Business Week praten we over media start-ups aan deze tafel. Als je dan nog dit soort vragen stelt, als ik je eindredacteur was, had ik je ontslagen. Maar dan zeg je dus eigenlijk, we willen dat 15% van deze programma's dat echt uit biculturele mensen bestaat. Ja. Wat kunnen we doen met interactieve videotechnologie om echt de samenleving een stapje te helpen? Media zijn, laten we zeggen, de in-between tussen de verhalenvertellers en de verhalenontvangers. Het maakt ons leven. Dus het is goed om er af en toe eens één keer per jaar met elkaar over te praten. Onze business, onze branche, die heeft een beetje cement nodig tussen al die activiteiten die we in de media ontplooien. En dat er een partij is die dat een beetje samenbindt, die dat met ons viert in zo'n week. Nou, dat is een geweldige prestatie. Iedere minuut, iedere seconde was een feest om daar te kunnen zijn. En ook om te zien hoeveel talent er hier in deze omgeving en in Nederland is als het gaat om die media. Hoeveel er wordt nagedacht over hoe we dat goed kunnen doen. En hoe menselijk uiteindelijk die media ook kan zijn. Media diamanten, media talenten, heel veel talkshows. Heel veel uren voor in het archief van Beeld en Geluid. Volgend jaar gewoon weer een Dutch Media Week.